En dan ga ik enkel de voetjes van Tim filmen en van zijn mama. Ah, oh, mooie voetjes heeft Tim. Nou, hier hebben we dan halte Bellevue. Hier komen de desbetreffende winkels in. Goedemiddag, lieve vrienden. Een hele goede middag zelfs. Het is vandaag alweer zondag 26 juli en we leven om 13:29. Ik ga zo eerst even met Rijka lopen. Daarna pak ik de booster en neem ik hier mee en gaan we een rondje de stad. Ja, waarom niet lopen? Nou, ik wil Rijka ook niet meenemen en ik heb meer te doen. Dus ik wil ook even wat sneller doen en waar leuke dingen is, dat ik daar probeer te vloggen. Althans, ik hoop dat er leuke dingen zijn. Ja, zo niet, we hebben weer pech hoor. Maar er is dus gemeld dat we vandaag, al zo gewoonlijk, laatste zondag van de maand, hebben we dan altijd sowieso hebben wij koopzondag. Maar we hebben nu ook dus rommelmarkt met drie streetartiesten voor kinderen. Wel gewoon drie street hoor, want de beroemde mensen die zijn artiesten, zoals Gregor, dat is een artiest erin. Maar in ieder geval, dan gaan we eens eventjes kijken of ze dat waar maken. Zo niet, fix snel weer terug. Ja, en anders blijf ik langer weg met jullie. Maar in ieder geval, ik wens jullie ook een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ja. Rijka is buiten, Emil loopt hier rond te scheuren. Kandalf die was vanochtend vroeg weer buiten, hij is daar vannacht wel binnen geweest. Maar ik heb vanochtend vroeg al buiten gelaten. Mijn beestje is lief, dus mag weer. Nou, en zo van die doende. Ik heb gisteren dus een tuigje, zo'n korsetje voor Rijka besteld. Enkel dan een paar ze. En dan zit er hier bovenop een ring om eraan te koppelen en onderaan zit een ring. En, want ze krijgt ook iets tussen de beentjes door zo. Dit is enkel eroverheen, maar ze krijgt ook tussen de beentjes door. En er zit daar ook een ring en daar moet ik dan aan vastkoppelen om dat trekker tegen te gaan. Dus die krijg ik dinsdag al binnen en dat gaan we dan natuurlijk ook laten zien aan jullie. En het komt helemaal goed, maar voor nu ga ik eerst eventjes wat doen, wat jullie voor mij niet kunnen doen. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Het is hier ook winderig, bewolkt en mooi weer. Dus dat willen we nog meer. Ja toch? Geniet, zou ik zeggen. En tot later. Nou, lieve vrienden, ik ben met Rijka weer thuis. Ik heb net de boel klaargemaakt om even op de route dus weg te gaan. En dan nemen jullie lekker mee. Ja, Rijka laat ik dit keer even thuis. Want ik heb mee te doen, want als je de keuken ziet. Boah. Ja, moet ik ook dus nodig doen. En dan moet ik nog weer renderen. Ja, en ik ben niet in orde. Nee, ik heb hoofdpijn, ik ben misselijk. Maar ja, gaat er allemaal wel weer goed komen. En anders maar niet. Nee, weer iets mee te dealen. Maar het maakt niet uit. Nee hoor, we gaan gewoon door met die banaan. En zonnebril gaat op. Ik kan over mijn eigen bril heen. Dit is een overzet zonnebril. Je kan over je eigen bril heen. Ideaal, makkelijk. Het loopt hier ook een beetje door. Zo heerlijk als je gaat zitten te vissen. Maar de zon op schijnt, die schitteringen neemt het ook allemaal weg. Voor. Heerlijk, ja, als de zon te scherp is, dan heb je even goed nog last hoor. Ja, even goed nog. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en dat ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot straks. Doei! Nou, hier de eerste tekening, lieve vrienden, van een jongetje die heet Tim. Nou, de letter van zijn naam dus, Tim, met een M. Nou, en een punt en een hartje. En een overheerlijk ijsje. En daar nog een ijsje. En dan ga ik enkel de voetjes van Tim filmen en van zijn mama.
Oh, mooie voetjes heeft Tim. Wauw, goed gedaan, lieverd. Heel goed gedaan, hoor. Je doet het klaar, zo toppie. Nou, en dit heeft een meisje gedaan. Die heet volgens mij Amy, want dat haal ik eruit. 9 jaar. Ik zie zelf helemaal niks, lieve vrienden, want de zon die zit nou lekker dwars. En met de vuurtoren erbij. Nou, hoe geweldig is dat? Ja, ja. Helemaal geweldig. Nou, en dan hebben we er Hero in. Die heeft gelijk zijn naam er maar opgezet. Rain. Dan moet ik een stukje naar beneden. Leef het strand. Oh god. Ja, het strand. 7 jaar. Stad Amsterdam. Oké. Liam. 2,5 jaar. Hè? Nou, oké. En dan al zo kunnen tekenen. Nou, netjes. En die tekening is weg, helemaal weg. Maar ik zie dat op hele Gerardmarkt dan enkel. Oh ja, hier de stoepkrijt voor de kindertjes. Kunnen ze hier halen. Nou ja, verder is nog geen rommelmarkt, niks gezien. Oh, en hier hebben we nog een tekening. En aan deze kant. Nou, toch leuk, lieve vrienden. Hartstikke leuk. Nou moeten we die kant op. Een hartje. Dat is heel mooi gemaakt en dan 9 jaar. Ik vind dat top. Daar gaan een paar voetjes voorbij, sorry. Komt op de vlog. Zeemermin. Die kan wel aardig goed tekenen. Als zeg ik het zelf. Jessie, ja, Jesse, ook 9 jaar. Heidi, 11 jaar. Maar ik ga even deze kant op. Hier hebben we er ook 2. Ook een of andere zeemermin. Ja, dat heb ik ook wel. Dat moet ook bij, zeg maar. Wat leuk, hè? Hier. Oh. Wat leuk allemaal, hè? Ja, ik ben aan het vloggen. Ik zal even zo. Nee, Tom, maar ik ben aan het filmen, man. Ik ben aan het vloggen. Ik kom van YouTube. Dus zeker de benen komen erop. Nee. Daar is niks. Hier is wordt er ook nog druk gekleurd, maar er zitten mensen bij. Dus moet ik even vragen hoe ze weg willen gaan. Want ik ben aan het vloggen, aan het filmen. Dus ik ben aan het filmen en ik wou dat filmen, maar zij mag er sowieso niet op, want het komt op YouTube te staan. Ze zit maar raar aan te kijken van hoe het heet over. Enkel voetjes mag ik filmen. Voetjes, dat zegt helemaal niks. Dat... Mooi hoor. Echt heel mooi. Dankjewel. Nou, ik doe hem weer even uit, want ik zie verder helemaal niks meer.
Zover ik mijn ogen kunnen reiken, zie ik niks. Nou, hier hebben we dan halte Bellevue. Hier komen de desbetreffende winkels in, zoals de Keurslager. En die broodjeszaak waar ik het net over had. We rijden er even lekker langs. En daar hebben ze groene, het lijkt wel gras. Het zal wel planten zijn, maar ik vind het op gras lijken. Een beetje te veel omhoog gegroeid. Moet gemaaid worden. Maar ja, het zal. Hij is echt wel mooi. Ik vind het op de lijsten van de ramen, naar mijn idee, een beetje te donker. Had bij wijze van spreken de kleur van de dakgoot mogen hebben. Dat is vele malen lichter. Ja, maar wie ben ik? Verder is die heel erg mooi. En dan komt hier de slager in. Nou, en de slager zit nou daar. En dus die komt nou hier te zitten. Nou, en daar ook komt ook wat. Daar hangen al kranten zelfs. Maar daar zijn ze binnen al bezig. Maar wat er binnenkomt, Joost mag het weten, ik weet het niet. Wachten we geduldig af. Ja, toch? Dat is, het moet allemaal nog rondom ook nog klaarkomen. Voordat het eindelijk goed is. Oh, hier hebben we nog 3D-stritting. Ja. Oh, loopt een hele kleine ukkie. Even wachten. Ik ben aan het vloggen, dus je moet even weg. Ik mag geen kinderen erop hebben. Ik mag enkel voetjes erop. Voetjes mag ik er wel op hebben. Oh, dat was niet erg. Tessa. En Rovani. Wat een mooie naam. Wow. Mooi hoor. Komt op YouTube te staan, hè? Ja, jullie worden beroemd. Maar ja, komt goed. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja. En vannacht, afgelopen nacht dus, ging met Rijke uit. En toen lag er wat in mijn tuin, wat ik niet zo leuk vond, wat ik niet op prijs stelde, waar ik heel boos weer om werd. Ik had dat aan Bibi gegeven, helemaal op haar maat afgestemd. Een hondentuig. Nou, ik heb hem moeten wassen, want hij zat natuurlijk, het regende, het spoelde, modder, zand, noem maar op. Dat is niet leuk meer. Wat? Het baasje dus. Jullie weten de naam, maar ik noem geen namen meer. Gaat hij over de schutting heen gegooid? Als je me niet meer wilt spreken, niet meer wilt zien, wat voor reden dan ook, doe dan door de brievenbus. Dan past er heus wel door, maar dan moet je de moeite nemen. Hé, meisje, ja. Hé, ja. Oh, wat ben je mooi. Oh, wat ben je mooi. Nog een keer. Nee, doe je het niet meer. Oh, goed. Oh ja. Nee, niet tegen me op. Abba, gaan we geen stenen eten? Nee, geen stenen eten. Hé? Geen stenen eten. Nou, maar in ieder geval, Ewen loopt ook wel buiten. Gaat dan net weer naar binnen toe. Nou, even een kontje geven. Kruis je doet de deur dicht hoor. Doei. Doei. Nee, maar in ieder geval,
Nee, daar heb ik ook al een brief van gekregen dat meneer wilt mij niet meer zien. Hij beschuldigt mij ook van alles en nog wat. En ik heb geen vermoeden dat ik dat gedaan heb, want ik doe zulke niet. Nee, daar heb ik zelf een hekel aan. Maar oké, laat me gaan. Ik praat er gewoon niet meer over. Ik ben denk ik maar wel boos erover. Nou, in ieder geval, oké, ik ben weer thuis. Geen rommelmarkt dus. Nee, nog ben je en dan geen rommelmarkt. Ik kan er niks aan doen. Maar de kinderen waren wel druk bezig geweest met mooie tekeningen te maken. En dat zal denk ik ook wel weer in de krant komen te staan. Nou, wat ze dan met die markt te bedoelen, rommelmarkt, ja oké, dat is ook wel weer begonnen. We hebben ook vrijdag de kofferbakmarkt en dat is dan helemaal bij de donkere duinen. Daar wil ik, blijf staan. Ja, ik heb jullie ook vast nog. Dat is altijd bij de donkere duinen, daar waar ook die dieren zijn, weten jullie wel? Ja, daar zijn we geweest, bij die diertjes. Maar in ieder geval, daar wil ik ook nog eens een keer kijken. Maar ja, meestal komt ook Rebecca op vrijdag. Dus ja, we zullen beleven hoe we dat gaan regelen en hoe we dat gaan doen. Maar in ieder geval, we zijn weer thuis. Ik ga koffie maken en ik ga voor de diertjes zorgen. En voor mezelf zorgen. Ik wil koffie. En dan met die afwas bezig. En dan voor de computer. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Ga ik ook doen. Dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben bezig met een vlog aan het renderen. Ik heb eerst wat leuks ervoor gemaakt, maar dat merk jullie vertellen wel. Ik ga nu eerst even Rijken uitlaten en dan ga ik ook weer verder en ik moet nog eten. Maar dit is ook allemaal al schoon. De vaatwasser is ook al klaar. Dus ja, ik heb het druk gehad. En daar ben ik blij mee dat dat weer aan de kant is. En ik ben ook nog aan het beginstukje bezig met een nieuwe vlog. Dat moet maar even wachten. Mijn hondje gaat voor. Ja, hè? Arenka. Nou, hè? Dat is Jackie, ja. Jij gaat voor, een meisje. Oh, ja, hè? Jij gaat voor, hè, schat. Ga jij voor. Oh, wat ben je mooi. 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 Dat heb je jaren niet gezien. Zo mooi, zo mooi. Oh, wat is Rijka mooi. Oh, wat is Rijka mooi. Hé, meisje. In een bende, hé. Ben je mooi? Ben je mooi? Ben je mooi? Ben je mooi? Is Rijka mooi? Is Rijka mooi? Of niet dan? Ja toch? Hé, hey, vind je toch mooi? Boe. 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 Goed zo, we vinden we mooi. Dank je. Mooi. Kom dan. Hey, hallo. Zijn we mooi? Kom dan. Zijn we mooi? Is Rijka mooi? Kom dan. Kom dan. Kom dan. Hoe mooi is ze? Hoe mooi is Rijka? Kom dan. Laat zien. Laat zien. Nou, hoe mooi is ze nou? Hoe mooi is Rijka? Doen we dat niet? Geen zin meer? Geen zin meer. Oeh, buh. Pak hem dan, dat je kan. Buh. Dikkies is ook zo lief. Hé?
Kom dan. Kom dan. Hé. Hey. Kom dan. Hallo. Kom dan. Doe je niet meer? Kom dan. Doe je niet meer? Goed. Oh, Ewing. Aha. Ja, nou, lieve vrienden, ze wil niet meer. Ze heeft het ook al gedaan. Jullie hebben het denk ik wel gezien. En anders hebben jullie pech. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar in ieder geval, ik ga haar nou lekker even uitlaten. Want dat heeft ze ook weer even nodig en verdiend. Ik zou zeggen, tot straks. Doei!